Strijkgenoten, welkom bij Altena Draai Door. Dit is het vervolg op de Vogelkijkhut op het droomland van Mewis Millenaar in Dussen. Ik praat in deze zevendelige serie met kunstenaar en wereldfietser Rinus Verhoeven, de bioboeren Christian van Winde en Saskia Kemmeren van de Bloemplanthoeve, Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij Ginderen, Arjens van Gammeren van Quasar Holland Giessen, Ewout van Wijk Giessen, wethouder Sjaasjai Karim van de gemeente Altena en Kees van Wendel de Joden en Marco van Driel van TMS Werkendam. De gast nu in Altena Draai Door is wethouder Sjaasjai Karim van, let wel, natuurlijk de gemeente Altena. En waarover ga ik met hem spreken? Nou, hoe hij in Broek terechtkwam, hoe hij Ideaalburg oprichtte en alle dossiers die op zijn bordje liggen op dit moment. Op het Loef, Marianne Vos, arbeidsmigranten, clubs, scholenbouw, huizenbouw. Nou, genoeg om op te noemen. Ja, welkom. Dankjewel, Piet. Ja. Je noemt een hoop op, dus het, je had me een half uurtje gevraagd. Ja, half uur. Nee, oké, okay, maar ik zorg wel dat we een beetje doorstampen. Ja. Maar ik wil maar beginnen. Ik wil je even voorstellen hier, voor zover mensen jou niet kennen, Altena natuurlijk, maar je achtergrond, je komt van Surinaamse afkomst, je bent in Nederland terechtgekomen. Ja. Op zoek naar een beter leven, denk ik dan. En hoe kom je dan op een gegeven moment in Broek? Vertel dan nog, je hebt het mij al 5 keer verteld, maar toch is het denk ik leuk voor de kijkers van Altena om te weten hoe jij nou in Broek bent gaan wonen. Ja, ja, ja. Nou, Piet, je zegt ik ben geboren in Suriname. Maar mijn voorouders komen uit India. Oh ja. Dus ja. Er zitten eigenlijk drie. In mijn DNA zitten eigenlijk 3 werelddelen. Ja. Dat zeg ik altijd. Een beetje dat spirituele uit Azië. Het hele gedrevene uit Europa. En een klein beetje dat flamboyante uit Zuid-Amerika. Die combinatie, dat ben ik. Grootgebracht in Rijswijk, vlakbij Den Haag. Dus echt een stadsjongen van huis uit. Maar het was voor mij een jongensdroom om op het platteland te kunnen wonen. En een kleine 20 jaar geleden deed die kans zich voor. Dit jaar wordt het precies 20 jaar. Ja, hoe heb je je staande gehouden in Den Haag als grote stad? Allemaal randstedelingen met grote monden natuurlijk. Dan kom jij daar op een school te zitten. Nou, en dat lukte wel? Dat lukte. Maar overigens ze hebben ze... Ze wonen jou een aardige gast. Ja, maar dat is toch niet zo raar, Piet? Nee, maar juist daarom kunnen ze het wel vervelend doen natuurlijk. Vergis je niet, Piet, hier op het platteland hebben ze ook een grote mond, hoor. Ja? Ja. Ja, Werkendammers en Vianse, die hebben ook een grote mond. Ja, niet alleen dit, hoor. Dat zijn broertjes van elkaar, heb ik wel eens de indruk. Grote auto's, grote monden. toen ben je... Je bent 20 jaar geleden hier komen wonen. Je reed met je vriendin hier door Altena bij toeval? Ja, ik reed alleen. Zonder vriendin? Zonder vriendin. Ik werkte toen bij een adviesbureau en ik had een opdracht in Den Bosch. Ik reed over de A27, dan zou ik over de A59 naar Den Bosch rijden. Maar die was afgesloten en toen was er een omleiding, moest ik er bij Hank af. En toen reed ik over, dat noemen we de betonbaan. En toen dacht ik, wat is het hier mooi. En wat een uitzicht, wat geweldig. Ik ben naar mijn afspraak gegaan en op de terugweg ben ik gestopt bij makelaar. En daar heb ik me ingeschreven voor woningen. Ja. Maar, toen? Kreeg je aanbod? Ja, dat was een andere tijd, Piet. Ik praat over 2003. Hadden 10 woningen om te gaan bezoeken, had ik toen. Ja. Ja. En die van Babyloniebroek sprak met mij staand. Wat? Een beetje in de ruimte, een beetje stil? Klopt. Het is een kleine woning met toch wel een historisch karakter als je het ziet. Het is een woning uit 1907. En wat ik prachtig vond, aan de voorkant keek ik op landerijen van de buren. Aan de achterkant op schapen. Ja, ik vond het geweldig. En op mensen, want jij bent natuurlijk een fan van die ooit. Je kunt de ijsvrienden of de ijsclub of zo. Ja, ja, ik ben dol op mensen. Ik bedoel... Babyloniebroek heeft toch een ijsclub? Ja. Met zo'n vijver daar en dan... Juliana.
Oh ja, dat is Juliana. Bij is clubgebouw. Ja. En die bakt elke week friet en maakt elke week ettensoep of niet? We hebben niet zoveel ijs, Piet. Nee. Maar er gebeurt toch wel eens daar in die kantine? Zeker. Ja. Het is een hele mooie vereniging. En als het vriest, komen ze uit de regio. Ja. Of die 50 gulden komen schaatsen. Ja. Want het is dan beren gezellig natuurlijk in Broek. Is het zeker. Hoe wil je de Broekse mens omschrijven? Gemoedelijk, anderen ook in hun waarde laten en een ongeschreven regels toch inzetten voor onze kern en dorp. Dat doen we allemaal belangeloos. En dat is wel een beetje de karakter van de echte Broekse mensen. Daar ga je vanzelf van houden. Ja. Ja. Dus jij woont er met groot plezier? Ik woon er met heel veel plezier. Ja. Je gaat er misschien ooit nog wel eens een keer weg. Als je je taak volbracht hebt als wethouder in Altena, dan zeg je misschien nou, ik schuif maar de Tweede Kamer in of zo. Ik weet het niet, Piet. Je weet het niet? Ik weet het nog niet. Nee. Voorlopig heb ik het goed naar mijn zin en heb ik ook voor mezelf voor de komende jaren een missie. En dan gaan we daarna wel kijken. Missie? Ja. Missie Altena? Daar beperk ik me niet toe. Ik vind dat Altena hartstikke mooie uitdaging is, maar Altena maakt deel uit van West-Brabant, maakt uit van provincie Brabant. Ik vind ook dat ik daar mijn bijdrage moet leveren. Oh, je denkt groot. Klopt. Ja. Hebben we ook nodig, hè? Het platteland is achtergesteld gebleven in de afgelopen. Het platteland zit overal in Nederland. Klopt. Toch? Hoe ben je nou in de politiek terechtgekomen? Want ik kan me voorstellen, je komt daar in Broek wonen en dat was de gemeente Aalburg toen nog, weet je wel, een beetje rare clubjes allemaal daar in het Aalburg natuurlijk. Belangen, Aalburgse burgers, de SGP, nou wat moet je ermee? En toen heb jij op een gegeven moment Ideaalburg opgericht. Waar komt er nou eigenlijk vandaan? Dat lijkt je een gouden greep te zijn. Er moest gewoon een nieuwe wind waaien. En, oh, dat vond jij? Ja, en een iets meer transparantere politiek, waarin je toch ook wat verder vooruit moet kijken. En dat had Aalburg nodig, in onder andere mijn ogen. En samen met een aantal vrienden en oud-politici van de BHB hebben wij Ideaalburg opgericht. Ja, wie? Kun je nog een paar namen noemen? Ja, de voorzitter Jan Sonneveld. Die helaas al is overleden, Janus Langhaar. Bekende Broekse. Ja, maar ook Hans Straver, die ook onlangs is overleden. Ja. Dat waren toch wel de denkers om Ideaalburg op te richten. Om een gestalte te geven. Ja. Ik weet nog wel dat Hans Straver werd wethouder in Aalburg met enorme winst. En die werd op een gegeven moment de Kennedy van Aalburg genoemd. Ja, dat kan me voorstellen. 8 jaar wethouder geweest, geloof ik. Dat was een legendarische periode. Ja. Hans Straver, veehouder de Broek of boer de Broek. Klopt. Wethouder in Aalburg. Ja. En toen, jij vond daar winkelaar. Jouw idee om daar een Ideaalburg, een nieuwe politieke partij op te richten met een nieuw wind en zo. Jij kreeg daar bijval. Ja, klopt. En dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. We waren maar een kleine club. Qua zetelaantallen, want dat had ook met de traditionele manier van de politiek te maken. Maar we hadden als kleine club meer dan 100 leden. Ja, voornamelijk in Broekse of ook daarbuiten? De grootste aantal leden kwamen uit Genderen. En daarna kwam Broek en daarna kwam Wijk in Aalburg qua ledenaantallen. Ja. Ja. Je kwam op een gegeven moment 1 zetel in de raad, nou, daar kon je geen potten mee breken natuurlijk. Schoot niet echt op. Nee. Maar ik kan me wel, toen op een gegeven moment, toen was er ook een gemeenteraadsverkiezing en toen grepen jullie dankzij 3 stemmen meer dan de BHB. Klopt. De tweede zetel. Ja, dus een hertelling heeft er moeten plaatsvinden. Op jouw advies? Ja, nou, verzoek. Jij vertrouwde het niet. Je denkt van nou, er wordt niet goed geteld hier. Nee. Zo is het niet, Piet. Maar als het gaat over zoveel stemmen, dan kan er een foutje gemaakt worden. Ja, ik kan het leuk zeggen. Ja, maar het heeft... Je had 3 stemmen en toen meer en toen kreeg je de tweede zetel. En daar was eigenlijk het moment om te pleiten voor nieuwe gemeente Altena. Voor jou, want was dat ook jouw doel ook om uiteindelijk te komen tot de fusie van de 3 gemeenten? Nou, toen we Ideaalburg oprichtten, was het wel mijn missie
van goed, Aalburg gaat niet heel lang zelfstandig kunnen blijven. Daar dacht de helft van de politiek anders over. Ja. Natuurlijk kun je zelfstandig blijven, maar wat doe je je inwoners aan? We hadden dan niet kunnen investeren zoals we dat nu kunnen. En ik hoopte dat het al ooit zou lukken. Het maakte geen onderdeel uit van de coalitie die we toen gevormd hadden. Daarom is de coalitie ook gevallen toen Ideaalburg had gestemd voor de fusie. Maar ik ben blij dat Ideaalburg die keuze heeft gemaakt. Want Altena biedt veel meer perspectieven voor alle inwoners uit alle voormalige gemeenten. Ja, dat vind je nog steeds? Nou, dat is voor iedereen merkbaar. Ja, duidelijk? Ja, absoluut. Ja. Ben je op een gegeven moment niet vergruisd in Aalburg natuurlijk? Want jij was een nieuwkomer, een nieuweling uit Broek die daar de boel een beetje ging opschudden. Heb je er iets van gemerkt? Zeg maar ja. Ja. Pieter. Maar ja, nou kijk, als je het anders wil, dan moet je wel rekenen dat dat weerstand oplevert. Ja, ja. De mensen zoeken dan ook van goed, hoe kun je iemand buiten een positie plaatsen, isoleren. Nou, maar dan moet je hem ook maar mee leren omgaan, Piet. En anders moet je het vak niet kiezen. Nee. En ik wist waar ik aan begon. Ik heb geen gladde rug, want dat wil niet zeggen dat het me niets doet. Nee. Maar ik heb wel een doorzettingsvermogen. Dat ik zeg van ja, oké, we gaan niet opgeven. Nee. Nee. Welk werk deed je toen de tijd, zo rond 2019, is de fusie Altena tot stand gekomen. En dan werkte naam Aalburg Woudrichem, 1 januari 2019. Toen werkte jij als? Ik heb toen net mijn opdracht afgerond. Ik was 5 jaar directeur van de samenwerkingsverband in Gelderland, regio Rivierenland. Dat was een samenwerkingsverband van 10 gemeenten. Daar leidde ik de uitvoeringsorganisatie. En ik was adviseur door heel Nederland op workshops en sessies te geven voor raden, voor colleges, maar ook voor ambtenaren. Ja. Ik vind dat ook leuk voor allerlei dingen, adviezen. Ja, dat is goed bezig. Ja, je moet doen wat bij je past, hè, Piet. Ja. Ik heb dat ook gezegd toen ik de laatste keer benoemd werd aan de raad. Geef me werk wat ik leuk vind, daar hoef ik nooit te werken. Ja. Op een gegeven moment ben je raadslid voor Altena Lokaal geworden. Klopt. Ja. En daarna wethouder. Ja. Ja. Eerst raadslid en Peter van der Ven. Die is voorgedragen als wethouder en in september 2020 hebben we het stokje overgedragen. Ja. Ja. September, ja, oké. Okay. Dus ja, na de fusie. Klopt. Hoe bevalt het werk als wet? Want je hebt nogal dossiers op je. We gaan zo dadelijk over al die dossiers hebben die op jouw bord liggen natuurlijk. Al die vraagstukken. Vergezicht en zo, maar hoe bevalt dat nou? Je hebt druk, denk ik, of niet? Ik vind het ontzettend leuk. Dat besturen, meedenken, ontwerpen. Ook vergezichten gaan maken waar we naartoe moeten. Dat is echt, dat geeft mij energie. Ja, maar ja, soms kom je ambtenaren tegen, die moet je motiveren. En dan? Klopt, maar ook dat moet je incalculeren. Je hebt ook verschillende soorten ambtenaren. De traditionele ambtenaar, die kom je ook overal tegen. Die zeggen van ja, we doen het al 20 jaar zo. Dus jij kan wel iets anders willen, maar dat werkt niet in praktijk. Nee. Maar in Altena merk ik ook echt dat er moderne ambtenaar is die meedenkt. En die ziet van goed, de vraag vanuit die samenleving is veranderd. Dus wij zullen ook ons gedrag daarop moeten aanpassen. Ja. Dat merk je? Dat merk ik. Ja, nou heeft jouw fractievoorzitter Philip Daan al eens geroepen van de serviceverlening in Altena is kut met peren. Dus, maar hoe kijk jij daar tegenaan op dit moment? We zijn iets meer dan een jaar geleden gestart echt met een traject om die dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Ja. Dat hebben we professioneel ingezet en ik moet eerlijk zeggen een paar maanden geleden in oktober heb ik de raad geïnformeerd waar we staan. En het is gewoon zichtbaar. Een significant verbetering. En dat is echt lof aan de organisatie die dat opgepakt heeft. En zo in gang heeft weten te zetten.
De kunst is om de komende jaren dit uit te breiden, dat iedereen dat zich eigen gaat maken. Maar dat vraagt ook om een stukje coaching en begeleiding. Dat doe jij. Jij gaat het gemeentehuis in en dan ga je een toespraak houden ofzo. Nou, dat kan een onderdeel zijn, maar ik ben wel de portefeuillehouder, dienstverlening. Dus ook aanspreekbaar door de raad als de dienstverlening niet goed is. Nou, oké. Okay. Ja. Maar je zei net iets over motiveren, coaching. Klopt. Het iemand vertellen hoe je het doet is één, maar wij als bestuurders moeten zelf ook het voorbeeld geven. En vaak is dat net beter voor een ander om te snappen hoe het moet. Ja. Als je zelf het goede voorbeeld geeft. Ja, oké. Okay. Ik wil even alle dossiers nalopen die op jouw bord liggen. Er zijn er nogal wat. Interessante dossiers voor Altena, moet ik zeggen. Dan ben je van de week blijkbaar bij de minister van Onderwijs geweest. Hoe heet die meneer ook weer? Even de naam kwijt. Nee, ik ben begin december bij minister Dennis Wiersma geweest. Oh, toen al? Ja. Begin van de maand. Ja. Wat moest je daar doen? Een missie? Nee, ik heb een boekje geschreven. mijn tweede boek heet Vitaal Platteland. Ja. En daar heb ik over verschillende thema's geschreven. Over agrariërs, stikstof. Daar had ik een paar jaar geleden al bedacht dat dat probleem op ons afkomt en hoe we dat moeten gaan tackelen. Over ondermijning. Het probleem over onze bestuurlijke manier in Nederland, zoals wij proberen het land te besturen. Dat is niet meer van deze tijd. Maar ik heb ook over onderwijs op het platteland geschreven. En je zei op een gegeven moment tegen de minister van het onderwijs op het platteland moet anders georganiseerd worden. Klopt. Klopt. Maar klopt. Leg eens even uit hoe dan. Nou, er zijn een drietal projecten die ik met hem gedeeld heb. Waar hij ook interesse in heeft. Eén ben ik een grote voorvechter van dat de scholen op het platteland, en daar heb ik het ook over de basisonderwijs, de kleine scholen, open moeten blijven. Ik heb hem duidelijk gemaakt, we moeten stoppen in Nederland om te kijken van joh, als je onder een grens zit van een aantal leerlingen, dan gaat die dicht. Maar zo'n school heeft ook een andere functie. Dus je zou moeten gaan kijken van joh, hoe kan je die andere functie beter benutten, zodat de scholen open blijven. Daar ben ik een voorvechter voor. Tweede project waar ik met hem over gesproken heb, is dat het onderwijs onvoldoende aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt op het platteland. Wij zijn een land die een beetje doorgeslagen is in een soort van diploma-democratie, noem ik het. Gericht op HBO en academici. Maar juist in het middenkader hebben we heel veel personeel nodig. En dan zou je al op de middelbare scholen veel meer een combinatie van praktijkgerichte opleiding hier moeten gaan ontwikkelen. En het derde project waar ik met hem over gesproken heb is een groot tekort aan leerkrachten die we hebben. Die, op het platteland? Ook op het platteland. Maar in de stad, maar ook op het platteland. Klopt. En hoe los je dat op? Nou, ik heb hem een aantal ideeën van de hand gedaan. Hè. Een aantal dingen worden al opgepakt door het ministerie om mensen om te scholen. Maar mijn geboorteland Suriname heb ik hem het idee gegeven. Ik heb daar ook lezingen gegeven over vitaal platteland. Daar heb je een enorm groot capaciteit mensen die leerkrachten zijn, onvoldoende werk hebben, die je hier voor 1,5 tot 2 jaar, het kunnen studenten zijn, leerkrachten hier als onderwijsassistent haalt en die gaan weer terug naar hun land en helpen ons uit de brand hier. Oké. Okay. En waarom Suriname? Om meerdere redenen. We hebben een historische band met elkaar, Nederland en Suriname. De leerkrachten in Suriname krijgen in het Nederlands geven ze les. Alle opleidingen, ze zijn de taalmachtig, ze kennen de cultuur, ze kennen de historie van Nederland. Dus we kunnen daar veel meer gebruik van maken. Ja. Ja. En die minister die luisterde naar jou en die zei van meneer Shaikarim, ja, ik zal het eens bespreken met mijn ambtenaren. Nou, we hebben ook even de knelpunten met elkaar doorgenomen. En er komt een vervolg op alle drie de projecten. Oké. Okay. Ja. Dan wil ik het met jou verder even hebben over de scholenbouw in Altena. Ja. Want het is een scholenbouwprogramma. Dus alle scholen zijn op een gegeven moment vernieuwd. Nieuwbouw en energie-neutraal. Hoe staat het ermee? Ik ben nu geen portefeuillehouder onderwijs meer. Maar dat was ik voorheen wel. Vastgoed zit wel in mijn portefeuille, maar in mijn vorige periode
hebben we samen met ideeën die we met de raad hebben gedeeld en de behoefte om die scholen te verbouwen voor elkaar gekregen. Dat noem je een IHP, een investeringsplan voor de huisvesting, vastgesteld tot en met 2026. En een fixed budget van meer dan 25 miljoen vrij kunnen spelen om zes nieuwbouwscholen en verbouwingen te realiseren in de komende jaren. Nou, dat is mooi. Ja. En is Altera helemaal up-to-date? Nou, het ligt er goed bij. Mijn collega Wendy van Ooyen is nou portefeuillehouder onderwijs. Dus die zit dicht op die realisatie. Ze heeft onlangs de school in Nieuwendijk mogen openen. We zitten er samen om Almkerk te realiseren. Daarnaast gaan we in Genderen een nieuwbouw krijgen. We gaan in Veen de Oranje Nassau School. We gaan in Wijk in Aalburg de Henry Durant. Het Baken krijgt een uitbreiding. Het Altena College heeft een nieuwe vleugel erbij. Dus het ligt er echt goed bij. Voor een plattelandsgemeente lopen we. Super. Echt. Ja, daar zijn we ook heel trots op. Volledige raad. Ja. Ja, oké. Ik ga verder met Op het Loef. Dat nieuwbouwproject daar buitendijks in Woudrichem. Tegenover Slot Loevestein. Vandaar Op het Loef. Ik was bij de presentatie een paar weken geleden in het raadhuis. Drie varianten op dit moment. En de voorkeur ging over het algemeen uit naar een derde variant. Drijvende woningen ten dele. Ja, onderdeel. Hoe groot is de kans van slagen dat dit doorgaat? Nou, Piet, uit de historie weet je dat dit een dossier is met veel vraagtekens en hoofdpijn. We hebben ook de naam gebruiken nu stelselmatig Hoge Maasdijk, bouw aan Hoge Maasdijk. Dat wordt ook de titel die ik continu hanteer, want ik wil graag afscheid nemen van het Loef. De teneur die daarbij hoorde. Ja. De bezwaren en de kracht zit erin om alles bij in te brengen. De Hollandse Waterlinie is natuurlijk een nominatie eerst geweest, is nu ook een benoeming geworden. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat de invulling daarmee heel veel dingen juist beperkt. Terwijl als je creatief bent, en we zouden trots moeten zijn dat we op die lijst staan, dan moet je het ook zichtbaar gaan maken. En een mooie woningbouwprogramma kan daar onderdeel van zijn. Ik vind variant 1, 2, 3, alle drie acceptabel. Maar als je mijn persoonlijke smaak vraagt, vind ik variant 3 toch wel heel exclusief. En dan vind ik ook echt wel een pareltje dat je zegt, moet je eens kijken. Als je dus wil tonen hoe mooi het hier is, moet je daarvoor gaan. Ja. En jouw vraag is het haalbaar? Daar ga ik niet over, daar gaan de ontwikkelaars over. Maar ik ga wel meedenken en ook mijn best doen om het haalbaar te maken. Ja. Samen met het college natuurlijk. En iedereen die komt kijken, die enigszins op de hoogte is van woningbouw, die komt kijken naar in Woudrichem, naar het Buitendijkse. Klopt. Zo'n UNESCO-status. Piet, ja, ik hoor niet de vraag aan jou te stellen. Ja, stel maar een vraag aan mij, vind ik wel grappig. Maar wat vind jij van de UNESCO-status? Nou, ik vind dat prima, maar ik heb ook, ik vind het geweldig dat wij hier, dat Woerikum vroeger stonden op instorten. 60 of zo stond Woerikum op instorten. En gered door de Bond Heemskut. Op een gegeven moment. En nou is de UNESCO werelderfgoed. Ja, wie had dat ooit kunnen denken? Ik bedoel, we waren bijna in de Maas terechtgekomen met z'n allen. Ja. En ik bedoel, maar als je in Parijs wel eens gaan rondwandelen in Parijs, dan zie je het oude gebouw, weet je wel, 1500-1600. En er staan prachtige nieuwe gebouwen tussen van glas en van aluminium en zo. En het kan allemaal, het is mooi. Maar waarom kan dat niet aan de rand van een UNESCO? Juist. Nou, dan deel ik de mening. Want ik vrees dat een deel van de bevolking denkt dat de erfgoed heilig is of zo. Ja, en dat het allemaal in de oude staat moet blijven. Wel een flauwekul. Je moet het juist effectueren. Niets is heilig. Je moet het inzetten, ja. We gaan weer verder naar Marianne Vos. We zijn al 10 jaar bezig, geloof ik, hier in Altena om Marianne Vos passend te eren naar haar wielerloopbaan. Het zou eerst een museum worden. Intussen wordt het een experience center of zo. Ik ben zelfs een keer bij Fientje Baks in mijn pont geweest in Amsterdam. Nou, prachtig, joh. Kun je fietsen, je kan overal een dingetje doen en zo. Dat is echt een experience center, ook voor de jeugd. Hè? Ja.
Binnenkort horen wij van jou, dus blijkbaar, binnen een paar maanden, waar het Marianne Vos Experience Center of Cycling Center, of hoe je het ook noemen wil, of zo, wordt gebouwd. Klopt, ja. Het wordt niet een Marianne Vos Experience Center. De naam en alles moeten we nog wel gaan met elkaar gaan bekijken. Want je hebt een stichting die zich daarmee bezighoudt, maar waar wij met de raad afspraken over hebben gemaakt. En het college momenteel is onze programma Vitaal Altena. En we hebben in een bestuursakkoord afgesproken een knooppunt van vitaliteitscentra te bouwen. En een van die vitaliteitscentra, dat wordt gekoppeld aan Marianne Vos Experience Center. En dat was een ontzettend mooi plan. Oh ja? Ja. Nou. Ja, we willen Altena ook echt op de kaart zetten. En waar we aan denken is een vorm van een stukje educatie met etaleren wat er hier groeit, wat het echte platteland inhoudt. En de sport, bewegen en topsport bij elkaar te brengen. En dan moet je je voorstellen, Piet, zoals het ontwerp in mijn hoofd zit, dan komen scholen uit heel Brabant, maar wat mij betreft uit heel Nederland, die komen een dagje naar het platteland, naar Altena bezoek. Die komen in een gebouw die midden op weiland staat en zien van oké, dit is het platteland. En er bestaat een dag uit drie delen. 'S Morgens krijgen ze eerst een stukje educatie. Wat groeit er? Wat doet het met je lichaam? Hapje eten, onder even een schouten. Twee, nou, is dat in de keuken natuurlijk dan? We zijn bijna zo'n vampier. Ja. En het tweede gedeelte van de dag, dan krijgen ze een clinic, een fysieke clinic. Ik ben een team van ambassadeurs aan het samenstellen waar we een reisartschool had aangegeven graag mee te willen doen. Marianne Vos natuurlijk als koningin van onze topsport. En dat ga ik combineren dan met haar Experience Center. En krijgen een digitale clinic. Smiddags of aan het eind van de dag dan gaan ze koken met de producten uit onze streek. En dan heb je onze ondernemers, de Hak en de Schouten Europe's, dat de mensen kunnen proeven. En ze gaan naar huis en ze krijgen een goodiebag mee en een QR-code, zodat ze onze producten in de supermarkt, waar ze ook vandaan komen, kunnen kopen en denken, ja, dat is mooi, dat is Altena. Ja, maar je weet al wat het gebouw, of hoe je het ook noemen wil, een mooie schuur en wordt gebouwd, weet je al, maar dat vertel ga je nog niet onthullen. Dat heeft te maken met meerdere zaken, Piet. We hebben in ons land zoveel regels gemaakt dat alle dromen die je hebt, dan moet je altijd langs 10 verschillende poortjes. De provincie, omgevingsvergunning, milieu, hindervergunning, geluid. Dus als ik iets roep, kan ik het pas roepen als ik onderzocht heb of het een kans maakt. Maar er ligt een ontwerp van een vooraanstaande architect, denk ik dan. Misschien een soort Marco Vermeulen of zo, weet ik wel wat. En dat is een pareltje voor Altena. Ik vind het idee in ieder geval al een pareltje. Ja? Ja. Dus we hebben nu wel twee parels. Op het Loeven parel en nou Marianne Vos en co. En zo. Hoge Maasdijk, Piet. Oh, Hoge Maasdijk, ja. Dus je werkt nu al twee parels? Nou, een voltallig college, want we hebben elkaar keihard nodig om dit te realiseren. Oké. Ja. Binnenkort meer nieuws over het Marianne Vos Centrum, enzovoort, enzovoort. Je leest regelmatig in de krant dat clubs in verband met de energiecrisis op omvallen staan. Hoe is het in Altena? Nou, ook Altena heeft, de clubs hebben het eigenlijk al een kleine 3 jaar moeilijk. En dat heeft eerst te maken, gevolg was de corona, de impact dat op een gegeven moment de lockdowns waren en niet gesport mocht worden. Ja, dat had fysiek, maar ook voor de omzet een probleem. Nou, dat is allemaal achter de rug en hebben we de energiecrisis eroverheen gehad. Dus er is geen vet op de botten. Maar we hebben goed contact met alle verenigingen. De gemeenteraad heeft ook bij de vorige begrotingsbehandeling in november vorig jaar besloten van goed, we gaan budget vrijmaken om de clubs en de dorpshuizen en andere instituten te helpen. Ik ben bezig heel druk met de inventarisatie. En we gaan alle clubs kunnen helpen die in de problemen kunnen komen, maar gelukkig staat er nog niemand op omvallen. En als het om omvallen staat, is dat niet de oorzaak dat het alleen maar door de energie komt. Nee, oké. Bij de dorpshuizen merk je wel dat de impact heel groot is. Ja. Maar dat heeft er ook mee te maken dat we in het verleden
nagelaten hebben om onze dorpshuizen goed te installeren of te verduurzamen. Ja. En vervolgens krijgen zij nu de rekening gepresenteerd. Maar komt er nu een soort plan voor, een isolatieplan? Ja. Of een, ja, we hebben met het college ook afgesproken een roadmap te maken. Echt voor jou tot aan 2040. Hoe gaat het eruit zien dat we alles helemaal verduurzaamd hebben? Hetzelfde als met de scholen? Ja. Eigenlijk? Klopt. Nou ja, je bent goed bezig. Ja, we zitten er niet voor niks, Piet. We moeten wel wat te werk brengen. Nee, maar ik bedoel niet de baan van de dag. Ik bedoel, je moet verder kijken in Neuslang is en Altena. Een prachtige gemeente uiteindelijk. Ik heb een hardwerkende mensen net met Ewout van Wijk over gehad. Familiebedrijven, arbeidsethos. Ja. Ze zijn recht voor hun raap, maar soms is dat lastig, meestal niet. Klopt, het is ook wel een beetje het DNA van Altenezen, hè. Hardwerkende familiebedrijven. Jij hebt er nog een mooi boek over geschreven, Piet. Ja, oké. Okay, dankjewel. Wethouder Sjaar Sjaikarim van de gemeente Altena. Dankjewel, Piet. Dankjewel.